Het Medisch Opvoedkundig Bureau, MOB, heeft in samenwerking met UNICEF vanmorgen het project Improve Access to Adolescent Gender Responsive Physical and Mental Health Services and Awareness gelanceerd. Dit project van het MOB, een afdeling van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, zal gericht zijn op psychologische hulpverlening aan adolescenten tussen 16 tot 21 jaar. Volgens BOG-directeur Rajes Ori weten of wisten veel mensen niet dat deze dienst wordt verleend aan de samenleving. Rakesh Gaidar-Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, meent dat het belangrijk is dat de gemeenschap weet dat er nog een plek is waar ze voor psychologische hulp voor vooral jongeren ergens terecht kan. Het is belangrijk omdat wij in de samenleving er weinig bekend is over de hulp die wordt geboden bij het MOB, vooral tussen de 16 en 21-jarigen. En met dit project willen we dat bevorderen en aangeven wat ik denk dat het hoofd van MOB meer technisch daarover gaat praten, hoe de mensen zich kunnen aanmelden en andere dingen. Maar het is belangrijk, want een heleboel mensen op het BOG zelf worden niet bekend ermee dat we tot 16-21-jarigen, dat we die ook hulp bieden. Want wat we wel weten, we zien ze ook elke ochtend door kinderen daar zien. Vooral kinderen die door de scholen worden ingestuurd. Het is heel erg belangrijk dat mensen ergens terecht kunnen om over hun problemen te praten. Want de gevallen die komen niet vanuit de lucht eigenlijk. Er zijn zaken die zich afspelen binnen de persoonlijke sfeer vaker van mensen, waardoor mensen hun gemoedstoestand veranderen. Volgens programmanager UNICEF Suriname, Javier Cordoba, is met de lancering van dit project een stap gezet in de goede richting, omdat het voor adolescenten een kritieke gelegenheid is om gezonde gedragspatronen en een sociale en emotionele manier van leren te bevorderen. Mirjam Plein, hoofd van het MOB, vertelt waarom dit project belangrijk is in deze Mental Health Awareness Maand. At the same time, during this transition to adulthood, adolescents also experience major physical, social and psychological changes. These changes can indeed increase the risk for developing mental health disorders such as anxiety, depression and trigger engagement in health-related risk behaviors. Socioeconomic factors such as poverty, trauma, abuse, and stressful life events can also have a deep impact on mental health and psychological well-being. Het leven van een jongere kan heel uitdagend zijn. Dat zien we ook natuurlijk op social media. We merken het dus ook bij onze jongeren, bij onze kinderen. En veel jongeren worstelen dus met nare gevoelens. Je merkt dus ook dat jongeren vaak genoeg gaan praten met een vriendin, met een klasgenoot. Maar soms heb je ook jongeren die geen uitlaatklep hebben. Dus die niemand hebben om mee te praten of ook liever niet met een familielid praten. De Mental Health Awareness Maand duurt tot en met 31 mei. Het ministerie van Volksgezondheid zal tot die datum meer informatie en voorlichting geven over de betekenis en het belang van deze maand.